Welkom terug bij Z2Day. Het Nederlandse goud heeft een nieuw thuis. Een legerbasis. De Nederlandse bank verplaatst zijn goud- en bankbiljettenbedrijf naar het defensieterrein Camp New Amsterdam. Dat ligt in Zeist. Er komt daar een nieuwe kluis op het terrein waar nu de koninklijke marechaussee zit. Hier in de kelder bij de Nederlandse bank ligt van maar liefst 6 miljard euro aan goudstaven opgeslagen. En ook nog eens voor kapitalen aan contant geld. Allemaal hieronder. En dat al bijna 50 jaar lang. Het goud, dat ligt waar het ligt. Maar het geld rijdt af en aan, omdat de Nederlandse bank de biljetten om de zoveel tijd controleert op echtheid en of ze nog bruikbaar zijn. Honderden geldtransporten per maand, plus een superbeveiligd kantoor, omdat al dat goud in de kelder ligt. Dat kan eenvoudiger wellicht met een minder zware graad van beveiliging. Op het moment dat er mogelijk elders een locatie is te vinden waar wij veilig ons goud en geld kunnen opslaan. In Zeist ligt Camp New Amsterdam, zoals dat heet, bij de voormalige luchtbasis Soesterberg. Dat is een terrein van defensie. Daar staan allemaal gebouwen die met veiligheid te maken hebben. Bijvoorbeeld een kazerne van de marechaussee. En dat is dus een hele veilige plek. We gaan daar een nieuw gebouw neerzetten, wat voorzien is van alle moderne veiligheidsmaatregelen die je kunt bedenken. En ook van hele ouderwetse. Zoals een slotgracht om het gebouw heen, zoals we in de middeleeuwen al deden. Dus zo'n soort gebouw gaat het worden.